Nemma praten, gitterbommend, gitterallerbeugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Code geel, tropische temperaturen worden er verwacht dit weekend. We moeten allemaal voldoende drinken, maar ondertussen ook zuinig zijn met drinkwater. Hoe pakt u dat aan? Het belangrijkste, ik werk zelf ook in de gezondheidszorg, het belangrijkste is om voldoende te drinken en de schaduw op te zoeken. En als je buiten bent in de zon, vooral een muts of een pet of een hoed op te zetten. En het feit dat we zuinig moeten zijn met drinkwater valt nog wel mee. Want het waterpeil in de grond is wel laag, maar de oppervlaktewateren, de rivieren en de meren staan echt boordevol. Want daar hebben we hoogwater, kijk maar naar de Waal hier, dus daar is het water nog heel hoog. Dus prioriteit heeft gewoon voldoende drinken en je beschermen tegen de zon, je huis koelen. En dan zorgen dat je zeg maar heel veel drinkt. Dus dat idee van we hebben watertekort is relativeer ik graag. Nou, ik douche wat korter, dat is absoluut zo. En ik let altijd heel veel koud water in de koelkast, zodat ik flink koud water heb. En ja, het afwassen eens per dag of zo. Ik heb geen wasmachine, geen vaatwasser bedoel ik. Dus ik let er echt wel op, want ik vind het heel belangrijk. Ik heb in de herfst in de Himalaya gelopen en daar was ook altijd het idee beter warm water drinken. He, dus ik heb daar echt warm water leren drinken. In het begin is dat even wennen, maar het is een heel goed idee om warm water te drinken. Heel vaak douchen per dag heeft eigenlijk geen zin, maar eerder lauw of warm water drinken dan heel koud water. Het lichaam gaat zich dan koelen, hè? Ja, het lijf past zich daar veel gemakkelijker aan en van heel koud water krijgt het een shock. En al die shocken, zeker bij oudere mensen, is iets minder gezond. Het badje 2 keer gebruiken. Niet gelijk leeggooien, maar wel lekker badderen, maar zuinig badderen. Niet helemaal vol, half vol. En met alles even aandenken wat je doet. Normaal douche ik al 10 minuten, want ik vind een half uur zonde van het water. En waarom? We zijn al in 10 minuten schoon. Ik doe altijd eerst even insoppen, onder de douche en klaar. Ja, maar vooral nu probeer ik het toch iets korter te doen, omdat het code geel is. Nou, ik probeer in ieder geval, van tevoren heb ik altijd wel wat flesjes water in de koelkast staan. Dus daar kan ik dan wat zuinig mee zijn. Ja, en het sproeien s'avonds laat, dus dan heeft het niet zoveel invloed. Ja, en meer kun je er eigenlijk niet aan doen. Dus we proberen toch een beetje zuinig daarmee om te gaan. Spoeit u uw tuin dus? Alleen de plantjes. De tuin doe ik verder niet, maar de bloemetjes die geef ik wel een beetje water. En doe ik gewoon met de gieter. Hoeft niet zoveel te zijn als ze maar water hebben. Ik douche nooit lang. 2 minuten ben ik klaar. Dat vind ik zonde van de tijd. En schoon is schoon. En ik word niet schoner als ik 5 minuten douche. Dus 2 minuten vind ik voldoende. Als ik rijks wassen en dan ik doe de water met, ik kan de planten wateren. Ja, en ook met kan ook toilet spoelen. Ja, dus ik denk dan dat is wel zonder om de water, om de groenten af te wassen of de fruit. We kunnen nog een keer gebruiken voor onze planten en toiletten. Ja, dus als je gewoon eventjes douchen gaan en geen bad, dat is... Dat doe ik elke dag eigenlijk, een korte douche. Ja. Enig idee wat een bad, hè? Lekker in bad gaan, badderen, hoeveel water dat eigenlijk verbruikt? Enig idee? Oh ja, maar dat misschien 3 keer meer, zoveel meer dan gewoon in de douche gaan. Ja? Ja, u verbruikt gemiddeld, hè? Want het ligt eraan, sommige mensen hebben een besparende douchekop. Gemiddeld 9 liter per minuut in de douche. Maar even in bad gaan of even je licht er lekker in, dat is toch zeker 115 liter. Wauw, ja, dat heb ik wel goed gedaan, hè? Ja, dat is wel een goede tip. Ja, dat is waar, ja. Ja, ik douche ook wel, hè? Nee, ik vind één vrouw is goed. Drinken jullie veel water?
Op zich wel, ja. Ja, ik ook wel. Ja? Doen jullie dat altijd al? Of is het nu echt omdat het warm weer is? Nee, nu wel meer omdat het warm weer wordt. Ja, nu wel meer. Ja. Maar van de andere kant douchen. Jullie zijn leuke jonge meiden met prachtige haren. Ja, ga je lang onder de douche? Ja. Ja. En ben je dan bewust van de hoeveelheid water die je gebruikt? Nee, niet per se. Nee. Weet je dat dat best veel is? Dat kan zomaar een 30, 40, 50 liter zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel lekker. Ja, dat wel, ja. In de wasserij, tenminste in onze wasserij, hebben we een eigen bron, water. Waar we dus zelf water voor de wasserij regelen, zeg maar. En dat wordt dan via oplossing van zout wordt dat voor de was in orde gemaakt. Dus ja, water is er genoeg uit eigen bron. En privé, gebruikt u veel water? Ja, je doucht een keer. Ik heb 2 kinderen, dus ik bedoel, we hebben toch een hoop water nodig. We hebben een zwembad buiten staan om te zwemmen, dus ja, het water gaat er wel doorheen, ja. Ja, een hele leuke vraag. Ik heb geen idee. Nee. Ik sta er niet bij stil. Nee. Dus u drinkt gewoon zoals het moet en douchen zoals het moet? Ja, absoluut. Maar dat deed ik voorheen altijd al. Maar gaat u daardoor korter douchen? Minder vaak, eerder het zwembad in, met de warme weer. Ik vind dat zoiets raars. We hebben al problemen met water, dat we het water te veel hebben. Dan komen we in één keer water tekort. U gelooft er niet in? Nee. Maar goed dat we waterschappen hebben, meneer. Precies. Daarom. Die zorgen dat we droge voeten hebben en dat het een beetje nat wordt als het... Ja, en de waterzuivering, dus ik zie geen probleem. Heel eerlijk, ik hou me er niet echt aan. Nee? Nee, want ik heb een volkstuin en ik ben... Mijn groente kapot lag aan omdat er geen water, dan heb ik nog niks. Nee. Dus u sproeit gewoon? Ik sproei gewoon, ja. Maar als u nou denkt, moet de auto één keer wassen, maar ja. Nee. Je auto is 26 jaar en nog geen water als je heeft gezien, dus. En u zelf? Ik zelf wel, ja. Hoe rook je wat? Onder de douche gewoon? Ja. Maar bewust van water, laat ik het dan zo zeggen. Ja, toch wel, natuurlijk wel. Maar sommige dingen, dat... Ja, dat moet gewoon, hè. Ja, ik bedoel, ik kan moeilijk mijn groenten en alles kapot laten gaan. Hè. Ik zou die groenteboeren hier op de markt wel fijn vinden. Maar ik klopt dat liever in eigen tuin. RMC.